Mijn naam is Ben Vervuurde. Ik ben directeur van Hielkema Erfgoed, een advies- en ontwerpbureau gespecialiseerd in herbestemming en restauratie van monumenten. We zijn al enige jaren betrokken bij ontwikkeling van dit plan. Met name om te kijken hoe we de bestaande gebouwen op een goede manier kunnen betrekken in dit plan. Wij zullen ook de architectuur doen van de gebouwen die we hier laten staan en die we een mooie nieuwe invulling gaan geven. Als we het hebben over erfgoed op het voormalige Schakenbos, wat we nu Voorlei noemen, dan hebben we het over de gebouwen die over zijn gebleven van de psychiatrische instelling. Dat is het administratiegebouw, het economiegebouw en het ketelhuis. We hebben het over een reeks van dienstwoningen die hier nog staan, die deels al door voormalige huurders gekocht zijn. En met de rest zal dat mogelijk ook gebeuren. En we hebben het over deze kerk uit eind van de jaren 50, een kerk uit de wederopbouwtijd die binnenkort op de gemeentelijke monumentenlijst zal staan en die een invulling krijgt als onderdeel van het plan wat we in dit deelgebied maken. En dat is een plan wat voorziet in een gezondheidscentrum en woningbouw. De gebouwen vertonen heel wat achterstallig onderhoud. Ze staan natuurlijk al een tijd leeg, worden tijdelijk beheerd. Er is al behoorlijk lang geen onderhoud meer gepleegd. In de basis staan de gebouwen er op zich goed bij. Dus er zijn geen hele grote fundamentele problemen qua fundering of casco. Maar wie wat dichter bij de gebouwen kijkt, die ziet dat het schilderwerk en het voegwerk allemaal heel veel aandacht behoeft. Dus we hopen eigenlijk heel snel met de aanpak van die gebouwen te kunnen beginnen. Waarom vinden wij het zo de moeite waard om deze gebouwen een nieuwe bestemming te geven? Het zijn geen beschermde monumenten. Het is misschien geen toparchitectuur, maar het zijn wel mooie en heel ambachtelijk gebouwde complexen. Met mooi metselwerk, met mooie stalen kozijnen, mooie daken. Dus we denken dat dat een heel mooi nieuw wooncomplex kan worden. Belangrijk is misschien nog dat deze gebouwen het geheugen van deze plek zijn. Ze vertellen het verhaal van de ontwikkeling die hier heeft plaatsgevonden. Anders zou je eigenlijk een heel hoofdstuk uit een geschiedenisboek scheuren. En dat is gewoon ontzettend zonde. Daarnaast, niet onbelangrijk, hergebruik van deze gebouwen draagt natuurlijk enorm bij aan een duurzame ontwikkeling van dit gebied. Het is met name die combinatie van oud en nieuw die dit denk ik tot een heel fraai nieuw woongebied gaat maken.